Velen van jullie doen eraan mee. Het persleidingonderzoek in de praktijk. En Johan gaf het er net ook al aan. Hè, wat we eigenlijk best goed weten is hoe persleidingen de grond ingaan. Tegenwoordig worden er mooie filmpjes van gemaakt en vroeger hadden we er mooie tekeningen van. En aan het einde van de levensduur weten we het ook best goed, want dan hebben we een grote kuil en een kapotte leiding. Dat stuk ertussen is een beetje vervelend. Het is een soort black box, daar weten we niet zo heel veel van. Dankzij dit harde werk gaat dat een stuk beter, maar ook daar valt nog een hoop te winnen. En dat is natuurlijk het punt van hey, hoe gaan we dat proces verder versnellen. Op het vorige symposium in Amsterdam bij Waternet, toen had Johan een hele analyse gemaakt van al die incidenten die in die persleidingen database zitten. In die incidenten database, en er zitten nu al een paar duizend in. En toen heeft hij eens gekeken van hey, hoe vaak weet ik nou wat de oorzaak was. En er komt zo'n mooi taartdiagram uit en dan zie je dat ja, zetting is een belangrijk deel. Dat het aanwijzbaar is, breuk is duidelijk aanwezig. Nou ja, dat kan natuurlijk door zetting komen. Dat heeft ook te maken met dat die incidenten nog niet zo eenduidig werden geregistreerd als Johan graag wil. Dus in het vervolg kunnen we dit beter onderscheid maken. Er is een heel groot stuk onbekend, die 36%, van ja, andere reden. Dan is er nog een heel stuk derden, en dat is vooral graafschade. En 17% is onvoldoende capaciteit, dus dat het op die manier niet goed ging. En bij een eerdere presentatie heb ik dan wel eens gezegd, en Johan had dat vorige keer ook gedaan, als je de slides nakijkt van Waternet van vorige keer, van waar helpt inspectie nou bij? Want inspectie is geen wondermiddel, maar waar helpt het bij? En dan, nou ja, verzetting helpt het, want als je goed kijkt waar die leiding ligt, dan weet je van oké, hij is al te ver doorgebogen en dat gaat niet meer goed. Breuken af en toe ook. En ja, wat we bijvoorbeeld wel eens zeiden van ja, dit kwart door derden, ja, daar helpt de inspectie niet voor. Maar net in de pauze hoorde ik een paar mensen tegen elkaar zeggen, ja, wij doen met inspectie, bepalen toch ook wel heel erg de X en de Y. En dan blijkt hij gewoon 10 meter verderop te liggen. Ja, dan is inspectie ineens wel heel erg belangrijk, want die graafschade zit hem juist hierin. Dat je net niet precies weet waar die ligt en dan graaf je er toch te dichtbij en dan gaat hij soms niet eens direct stuk, maar een paar weken later gaat hij stuk omdat er, ja, de grond zich weer opnieuw zet en dan gaat hij alsnog stuk. Dus ik heb stiekem het vermoeden dat er meer incidenten opgelost kunnen worden door goede inspecties dan dat we in het verleden wel eens zeiden. Omdat ook die graafschade door derden, dat als je de hele goede focus nu legt op die X, Y, Z heel goed krijgen, dan gaat dat ook voor een deel helpen. Dus ik denk dat inspecties nog meer meerwaarde kunnen hebben dan we voorheen zeiden. Dus dat is eigenlijk goed nieuws. En die portie onbekend is natuurlijk iets waar we de komende jaren ook wel grip op zouden willen hebben. Wat de afgelopen jaren, want John en ik lopen al heel lang parallel op het persleidingthema. Wij zijn ooit begonnen met van ja, verhip, er wordt nog niet zoveel geïnspecteerd en we weten er nog niet zoveel van. Laten we een stappenplan maken om dat persleidingonderzoek vorm te geven. En duiken we niet gelijk in diepe, want inspectietechnieken waren, nou ja, 6-7 jaar geleden nog niet heel breed voorhanden. Laten we de beheerders helpen om dat stapsgewijs te doen. En die eerste stap, dat is het groene blok, ook gelijk het pijnlijkste blok, namelijk inventariseren wat je hebt, waar het ligt, wat de eigenschappen zijn, wat er in het verleden allemaal mee stuk is gegaan enzovoorts. En dat is natuurlijk in de hele overgang van een analoge berg met mappen die je van je voorgang hebt gekregen naar fijne digitale systemen, nou, daar zitten wij middenin. Dus die fase moeten we hard door en dan helpt dat. Dan was er zeker 6-7 jaar geleden wel veel angst bij beheerders om apparatuur, inspectieapparatuur in de leiding te laten gaan. Ook omdat de ervaring wel eens was van ja, als je dat dan doet heb je daarna een kapotte leiding. Dat is ook regelmatig gebeurd. Hè. Dan zet je een leiding droog, ga je inspecteren en dan neem je weer een bedrijf en dan gaat het net even onhandig en dan klapt die. Dat is gebeurd. Hè. Dus inspecteren op zichzelf komt ook wel terug als oorzaak van falen. Kun je natuurlijk ook zeggen van nou ja, als de leiding daar al stuk van gaat, dan was die niet best meer. Maar dat is hoe je dat interpreteert. Uiteindelijk wijs je altijd naar de laatste gebeurtenis, dat is de oorzaak. En dat is dan soms ineens een inspectie. Dus toen hebben we heel erg veel nagedacht van ja, wat kun je allemaal al doen zonder apparatuur erin te doen. En dat is dat gehele blok en dat is dat Stowa Rionet rapport van 2018. Hey, je kunt natuurlijk als je een persdrukmeting hebt achter je pomp, kun je best een hoop zeggen over het hydraulisch gedrag van je en een debietmeter. Een hoop zeggen over het hydraulisch gedrag van je leiding.
De zetting kan je netjes meten, ook tegenwoordig met die mooie bodemdalingsatlas. Hè, daar kun je heel goed zien wat er met jouw leiding aan de hand is. Dus je kunt al best een hoop doen. Je kan hem ook gewoon eens afpersen. Hè, dat doe je bij je oplevering, dus waarom doe je dat niet na 40 jaar? Gewoon om te kijken, kan die het hebben en is hij niet lek? Vinden veel beheerders wel eng om te doen. Maar tegelijkertijd, ja, als je dat niet durft, waarom durf je er dan wel elke dag een hoop druk op te zetten? Hè, dus een keertje afpersen, duurt niet zo lang, geeft je ook een hoop inzicht. Nou, dat noemen we basis. En nou, dat is gedocumenteerd met voorbeelden en eigenlijk zou je dat kunnen doen. En waar we nu zijn is eigenlijk dat we naar het niveau verdieping willen. Dus als je op basis van bijvoorbeeld een inspectieniveau basis, je merkt dat die lek is, ja, dan zit die ergens de komende 4 kilometer is die lek. Dat is nog niet zo praktisch. Nou, en dan zijn er technieken waarmee je dan eigenlijk heel gericht op zoek kan gaan naar de plek van dat lek. En sommige technieken die zijn heel gevoelig, die kunnen hele kleine gaatjes vinden. En andere technieken, ja, die zien het eigenlijk pas als het al uit het maaiveld spuit. Dus de gevoeligheid van de verschillende inspectietechnieken is ook nog eens variabel. Nou, op dat niveau verdieping is waar we eigenlijk de komende 2 jaar aan de slag willen. Want wat we eigenlijk willen doen is al de ervaringen uit die inspecties halen. Ja, dat ging 6 jaar geleden ook nog heel moeilijk, want toen inspecteerde bijna niemand. En dit is een hele fijne curve die oploopt. Bij corona vinden we dat vervelend dat hij dat doet, maar bij deze vinden we dat heel fijn. Johan die heeft de inventarisatie gedaan onder waterschappen. 12 hebben gereageerd. Nou ja, dat is bijna de helft. Dus dat is helemaal niet zo slecht. Dan neem ik aan dat vooral degenen hebben gereageerd die ook aan het inspecteren zijn. Daarbij is iedere keer de waterschap ook aangegeven van, en wanneer ga je dan die inspecties doen of wanneer lopen ze? En wat eigenlijk heel leuk is, is dat je ziet in de afgelopen 4 jaar, en we hebben natuurlijk ook die persleidingdagen sinds de afgelopen jaren, zie je eigenlijk dat die inspecties een geweldige vlucht nemen. Dus veel meer waterschappen doen het, veel grotere lengtes. En dat is alleen maar goed. John zei net, we moeten concurrentie hebben en het moet gaan swingen. Nou, dat is aan het gebeuren. Dus ik maakte dit grafiek en ik dacht, yes. En toen ging ik even het sommetje maken wat we dan in 4 jaar tijd presteren. En dat is 1% van het areaal. Ja, dat is natuurlijk nog niet heel veel. Hè? Dus het stijgt, maar er is nog heel veel potentie, laten we het zo zeggen. En ik denk ook dat het RioNet-project nu, zeg maar, we moeten zorgen dat we heel erg veel leren van wat er nu gebeurt. Zodat in de komende jaren dit naar een normaal percentage kan. Hè? Dat je bij het spreken elk jaar 10% van je areaal pakt. Dus dan moet het naar 130 kilometer per jaar. Dat is denk ik waar het naartoe zal gaan. En waar ik hoop met dit project aan bij te dragen. Dus wat willen we doen? Nou, gewoon ervaring opdoen met allerlei technieken. Dus niet alleen met een slimme pick van 1 toevallige leverancier, maar met heel veel slimme picks en met heel veel verschillende meettechnieken. En waarom wil je dat? Nou, voor concurrentie, maar vooral ook omdat de persleidingen, het is super divers. Onwijs veel materiaalsoorten worden er gebruikt, vaak ook in dezelfde strengen. Een hele range aan diameters en nog heel veel meer andere specialties die er omheen zitten. Dus je hebt heel veel verschillende technieken nodig. Dus anders bij een vrij vervalriool hebben we gewoon hier niet één techniek waarmee je het allemaal kan doen. Je bent gewoon aan de beurt met persleidingen. Mijn schermpje. Nou ja. Ik ga vrolijk verder. Dus wat willen we nou gaan vastleggen en wat krijgen jullie dus straks allemaal terug? Nou, bijvoorbeeld een hele mooie tabel met alle relevante faalmechanismen op de ene as en op de andere as. Welke techniek kan dit met welke nauwkeurigheid? Dat zijn best fijne tabellen, zodat je ziet wat kan ik met deze techniek. Een paar jaar geleden hebben we een soortgelijke opgesteld aan de hand van internationale literatuur. Maar ja, ook daar liep het nog niet zo hard. Dus die relatie tussen faalmechanismen en inspectietechniek, dat is al een hele fijne. Nou ja, ik hoorde net van die praktische ervaring van we komen aan en mijn pik ging er niet in. Erger is als die er niet uit kan. Het gebeurt ook dat die op het eind wat dunner is. Gewoon praktische ervaringen. Wat speelt er allemaal? Vastleggen zodat we die dingen delen. Uiteindelijk natuurlijk altijd kosten. Wat kost het in termen van voorbereiding, in termen van de inspectie zelf? De interpretatie achteraf, want Richard Kors zei vanmorgen ook van ja, het is fijn als ik hele mooie inspectiedata krijg, maar als het heel ingewikkeld is, ik moet er nog wel iets mee doen. Dus die interpretatie daarna is ook een hele belangrijke. En als dat meer geld kost dan de inspectie, dan is het nog steeds te hopen dat die informatie die waarde heeft. Maar dat is iets om heel goed naar te kijken. En het laatste, en dat vind ik zelf heel erg leuk met mijn pet op van onderzoeker, dat is gewoon inzicht in de kwaliteit van inspectiedata.
Er wordt van alles ontwikkeld en in het begin is het soms niet goed, soms wel goed. Het hoeft niet altijd aan de techniek te liggen. Het kan ook zijn dat die verkeerd wordt gebruikt of wat dan ook. En wat we eigenlijk willen doen voor de inspectietechniek voor persleiding is hetzelfde als wat al een paar jaar gebeurt voor vrijvervalriolen. Gewoon heel kritisch de technieken naast elkaar zetten met controlemetingen en op die manier langzaam maar zeker die kwaliteit naar voren brengen. Dus dat is wat eigenlijk de komende anderhalf jaar gaat gebeuren. Dus we hebben een heleboel pilots waar we gegevens gaan verzamelen om uiteindelijk te kijken naar de ligging. Is stiekem een hele belangrijke XYZ. Zit er lucht in de leiding? Is er lekkage? Wanddikte? Allemaal dat soort eigenschappen verschillende eigenschappen met verschillende technieken. Dus daar gaan we hard mee aan de slag. In ons wensenlijstje ontbreekt nog sonar. We hebben nog niemand gevonden die dat wil gaan doen in zijn persleiding. Om te kijken van hoeveel vuil ligt erin zonder dat ik ga piggen. Want het voordeel van pik is dat die schoon is, maar dan weet je niet meer waar het vuil zat. Dus daarvoor er doorheen karren met een sonar is misschien fijn dat je weet van waar wordt die nou vies. Want er zijn beheerders die zeggen van ja, deze leiding die wordt heel vies als het wat langer droog is. En als het dan een keer regent, dan zijn mijn grof vuilroosters lopen helemaal over. Ja, op zich fijn om te weten of dat in je hele systeem ligt en dat het een hydraulische vraag is of dat er plekken zijn waardoor dat ophoopt. Bijvoorbeeld de vlinderklep in Rotterdam zijn van die bekende plekken waar het een beetje viezig kan worden. En natuurlijk de binnengeometrie goed in beeld hebben is ook een fijne.